We zijn bezig met de 8e verdiepingsvloer zeg maar, te maken. We leggen op schema. We leggen nog iets voor met het beddenhuis wat hier links te zien is. Dus nee, het gaat goed. Dit zijn de eerste panelen eigenlijk van de buitengevel. Dus aan de hand daarvan zijn we die bezig met montage. En de bijzonderheid is eigenlijk dat we in de toekomst de vorm van de kamers niet meer gaan zien. Dus eigenlijk gaat die als een soort slangenhuid om de gevel die we nu zien heen. We staan nu in het toekomstige atrium van het hotel. En we zijn op de 8e verdieping, kun je zien aan de stijger, zeg maar. En er komt straks een hele grote licht doorlatende kap overheen, plus minus 35 meter hoog. En dan staan we hier eigenlijk in het lounge gedeelte met een deel bar erbij om in de toekomst hier wat te nuttigen voor de gasten. Nou, we zijn hier op een van de toekomstige kamers van de Hilton. We zitten nu op de 3e verdieping en we hebben eigenlijk wel een prachtig uitzicht, zelfs op de 3e al.